Het leven is bijna niet meer te betalen. Als je kijkt naar 40 jaar geleden en nu, een normaal gezin van 1 verdieners of misschien 1,5 verdieners kon gewoon een huis kopen, een autootje voor de deur, dat soort dingen allemaal. En de grote vraag is, hoe komt dat? En er zijn hier allerlei partijen en mensen die... Bijvoorbeeld zo, ter linkerzijde, het komt allemaal door het groot kapitaal. En we moeten, de overheid moet allerlei cadeautjes gaan geven. Mensen moeten 200 euro per maand meer, 300 euro, 500 euro, 20.000 euro per maand erbij. Voor iedereen. Kan, hè? Kan de overheid gewoon besluiten. Maar lost dat nou het probleem op? Waarom is er inflatie? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En het antwoord op die vraag is... dat ons geldsysteem niet deugt.